Ja, vrienden, we rijden midden in de polder. Ja, je jut is mee. Ja, we zijn al een hele tijd onderweg. Want we zijn onderweg naar Sneek. Ja, naar Radio NL. Radio NL, die hebben gezegd, Harry, we gaan 1-2 kinderen tegen gaan we steunen. En, maar dan moet je wel eventjes naar de studio komen. Nou, en dan gaan we dan uren onderweg op naar Radio NL. Ja, vrienden, lange reis. Ja, je moet wat ondernemen, hè? Om een plaatje te promoten. Ja, 1-2 kipfaté. Dat doet wat met de mens. Ja, Dekker Wouda, daar moeten we naartoe. Taken of teken of teken. Ja, ik weet ook niet hoe je precies uitspreekt, hè? Dekker Wouda. Kijk, daar zit hij. Hier gaat het gebeuren, hoor. Daar is hij. Wouda zelf, hoor. Jazeker. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Kijk, zie je dat? En kijk, het is een mooie studio hier, hoor. Kijk, kijk, kijk. Er staat er allemaal op. Radio NL. Hier, hoe groot wil je het zien? Nou, ik heb even een top. Ben je er klaar voor? Jazeker. Jij ook? Zullen we koffie doen? Ja, ik ga koffie doen. Ik ga zitten en dan gaan we zo beginnen. Oh. Jan Smit is echt de Premier League, hoor. Ja, Jan Smit is echt de top van Nederland. Absoluut. Zo'n professional. En zo gedisciplineerd in alles. En dat is dan zo, maar ook zoveel talent. En dan is het zo verschrikkelijk leuk om daarmee samen te werken. Ja. Om daar iets mee te mogen doen. 1-2 kipsaté staat voor twee dingen. Het staat ook voor barbecue, ja. Natuurlijk, hè, kipsatéetje. Dus het wordt straks mooi weer. Iedereen zit in de tuin, gezellig la la la. Je zet even het nummer op en dan gaat die 1-2 kipsaté. Maar 1-2 kipsaté staat ook voornamelijk voor een fotootje maken. Oké. Ja, gaan wij even doen nu, dan ga ik het je voordoen. Dus je moet gewoon op het moment dat je een selfie maakt of een groepsfoto, dan moet iedereen even voluit roepen, 1-2 kipsaté. En als je dat zegt, dan kom je glimlachend op de foto. Ja, let op, ja, ik ga het gelijk doen. Ja, kom eraan, Met de... Ja, nee. We tellen af. Hey, als je maar voluit gaat, okay, ja, je moet voluit gaan. Je moet niet inhouden, niet als een boekhouder. Nee, gewoon voor... Ja, dan komt die. 1-2 kipsaté! Oh, daar heb ik niet gedrukt. Moet hij nou nog eens? Ja, nog één keer. Nog één keer. 1-2 kipsaté! Kijk nou. Nou, en dit is vrolijk. Kijk nou, laat het zien aan de camera. Pak jij deze camera even? Hier, deze camera. Kijk nou even, wat een foto hier. Kijk, beter kan hij niet. Dit is het. Dit is het. Ik ga dat al die artiesten en al die mensen zondag uitleggen, Harry. Van 1-2 kipsaté, die glimlach en dan moet het goed komen. Ja. Ik sluit hem bij deze af, maar dan geef ik voor jou heel graag het slotwoord als het gaat om de aankondiging van de plaat. Nou ja, beste vrienden. Ik zou zeggen, zet je schrap. Leer de tekst. Hoef je niet uit je hoofd te leren, want het is heel simpel. 1-2 kipsaté. En zing hem gewoon uit volle borst mee. Dan gaan we voor de allereerste keer op de radio bij Radio NL... 1-2 kipsaté! 1-2 kipsaté! 1-2 kipsaté!